Hi, hallootjes, had ik mezelf voorgenomen om te zeggen. Maar dat heb ik niet gedaan. Hele berg strijk was achter mij, daar heb ik geen zin in. Ik heb een shoplog. Ik zag dat er nieuwe spullen van Catrice er al waren. Wacht even. Dus heb ik een doos van de Boozy Shop met de nieuwe spulletjes waar Catrice mee uitgekomen is. Ik vond het relatief weinig make-up. Nou, koop ik alles zelf, wat ik gebruik en wat ik niet gebruik. En, nou ja, goed. Dus ik ben wel selectief in wat ik koop. Het moet wel even, ik ga even een stukje naar achter. En als past het niet tussen mijn pens en de kaptafel, wou ik zeggen. Dus ik ben wel voorzichtig en ik zoek uit de dingen die ik interessant vind en niet per se alles. Er waren al een paar dingen uitverkocht bij Boozy Shop. Dat vond ik echt vaag. Maar goed. Als eerste heb ik dit gekocht. Dit is een primer. Anti-redness serum primer. Zoals we weten heb ik redelijk wat rood in mijn gezicht. Dus we gaan het proberen. Ik ben reuze benieuwd. Dan hadden ze nu... Ik heb mijn bril niet gepakt, jongens. De Wash Away Remover Pads. Ik ben benieuwd. Ik hou hiervan. Wat hebben we nog meer? Holiday Skin Bronzer. Heel fijn. Heel natuurlijk. Voor een lichte huidskleur. Ik heb hem gisteren toevallig even gebruikt. Zij hebben een Grip and Last Putty Primer. Ik weet niet of die ook pore filling is. Maar dat gaan we wel zien. Dan hebben ze een Hyaluronic Fixing Spray. Nou, oké. Okay. Dan hebben ze een Poreless Mask. Dus die heb ik ook gekocht. Een nieuwe Sensitive Glam & Dull oogmascara. Oogschaduw wou ik zeggen. Mascara, dat lijkt voor je ogen. Mascara is een hele fijne, hele mooie, maakt hele wispy wimpers. Ze hebben een nieuwe, een Last Changer. Ja, dit is waterproof mascara. Ga ik ook proberen. Dan hadden ze een Lip Smoother. Met shea butter en nog iets. Dus die heb ik ook gekocht. Ik heb een heleboel lipdingen. Wat ze hadden van de Clean ID Line nieuw is wenkbrauwpoeder. Dus ik heb de twee kleuren, maar ik heb de lichtste kleur gekocht. Dus er zitten twee kleuren in een potje ook. Ja. Wat ook nieuw is, is de Super Boost voor wenkbrauwen en wimpers. Van de Clean ID Plumping Care Lip Oil. Oh. Okay. Ze hebben een lip cushion. Protecting Multi Balm. Dus gewoon een balmpje. Dan hebben ze van de Clean ID Protecting Lip Serum. En ze hebben een Night Repair Lash and Brow uitgebracht. Nou, dat wilde ik allemaal wel proberen. Ze hadden ook nu Energy Boost Hydro Gel Eye Patches. Dus dat leek me ook eigenlijk wel leuk. Dan hebben ze... Oh. Ligt hier ook een mesje in. Dit is de... Nail Repair Overnight Serum. Dit is de... Nail Repair... Strengthening Rich Filler.
Die is een beetje gekleurd. Licht staat een beetje fel, hè? En dan is dit de Nail Whitening Base Coat. Want ik heb hele flutnagels. En wat hadden ze nog meer? De Pro Natural Spirit Eyeshadow Palette. Ik kan me niet herinneren dat ik die erbij heb gedaan. Maar het ziet er wel mooi uit. Het zijn wel mijn kleuren, zeg maar. Dus, nou ja, oké. Okay. En even los had ik iets voor waterproof make-up. Want anders krijg ik die mascara er niet af. Maar nu. Ik heb een Pandora armband om, dus ik maak geluid. Gisteren ben ik met Jesse naar de Bijenkorf geweest. Het is een heel verhaal. Zaterdag waren we naar de Bijenkorf, want ik moest iets ophalen. Wessel had iets voor mij besteld, want Wessel heeft dan zo'n contact en die krijgt dan allerlei special limited of limited aanbiedingen. Maar het was natuurlijk Pride Week in Amsterdam vorige week. Ik had geen clue. Wij wonen niet in Amsterdam. Ik kom alleen maar voor de Bijenkorf in Amsterdam, zeg maar. Maar goed, alle routes richting het Rokin en de Dam waren afgesloten. Ik kon er gewoon niet komen met de auto. Hè? Dus er zei iemand tegen mij heel grappig. Ja, dan parkeer je op de Keizersgracht ergens en dan moet je de rest lopen in rolstoel. Heb je wel eens in een rolstoel over de grachten gegaan? Nou, het is in de auto al een kriem. Die rolstoel, die gaat dat niet trekken. Maar goed, nu hadden we even met de filiaalmanager geappt in de Bijenkorf. En we zijn gisteren geweest. Is altijd zo leuk. Ik vind dit altijd leuk. Leuk, 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 leuk. Er komt altijd zo'n papiertje mee. Oké. Okay. Doosje. Heleboel doosjes. Ik ga het allemaal laten zien. Het tasje gebruiken wij her en der door het huis heen als veldtasjes. Die we natuurlijk dan niet na één keer weggooien. Ze hadden een nieuwe foundation. Dus heb ik even een proefje van meegenomen. Ik zoek nog even op hoe die heet. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Was wat meer glimmend of zo. Nou, ik weet het niet precies. Maar goed, ik heb een proefje mee gehad. Aangezien ik een hele droge huid heb, gaf ze mij twee dingen mee van de sublimage lijn. Eén balm en een crème of zo. Ik weet het niet precies. Maar dit was voor de extreem droge huid speciaal geschikt. Dus dat gaan we proberen. Wessel kreeg ook iets te jelly. En dit was ook voor Wessel, voor zijn gezicht. De gel en de tonic om zijn gezicht schoon te maken. Het gaat hierom. Dit is de handcreme. Dit is handcream. En dan weet ik eigenlijk niet welke versie ze mij gegeven heeft. Want daar heb ik niet op gelet. En de vorige die ik had was de Mademoiselle. Oh, dit is gewoon de crème man. Dus de gewone handcreme, zeg maar. Hele fijne handcreme. Die andere, die had zeg maar de Mademoiselle geur. Dus die was, die vond ik dan nog lekkerder eigenlijk. Maar goed. En dan kreeg je, tenminste, je krijgt helemaal niks. Je moet het gewoon kopen natuurlijk. Al die doosjes. Dit zijn zwarte doosjes. Moet ik even kijken wat het voorkant is. Ja. De base coat en de top coat voor de nagels. Weet ik eigenlijk niet of dit gel is. Weet ik niet. Maar ik ga ze wel proberen.
Want misschien dat mijn nagels daardoor beter blijven zitten. Bij deze drie producten, die samen 103 euro kosten. Ik gooi het weer op de grond, laat me liggen. Kreeg je iets cadeau. En daar ging het om. Je kreeg cadeau de witte versie. Maar zij hadden één rode versie in de bijkorf. Een toilettasje. Ik vind hem zo leuk. Ik hou van de limited edition dingen van Chanel. Het blijft mijn merk. Dat is nou eenmaal zo. Oh, er zit zelfs rood papier in, jongens. Wat leuk. We hebben nog meer dingen met haar besproken over toekomstige dingen die uitkomen. Het is gewoon een tasje. Het voelt een beetje als leerig, maar het zal... weet ik niet. Niet echt leer zijn, denk ik. Mooie goud ritsje. Gaat heel soepeltjes. Helemaal te leuk. Oh, best wel beeld. Nou, ik ga zo even terugbellen. Dit was in ieder geval de shoplog. Ja. Nou, dat... van de Boost Shop en de Chanel. Het was niet heel veel. Het is niet heel bijzonder. Ik weet dat er nog een poeder bij kwam van Catrice. Die was uitverkocht. Er zijn nog oogpotloden. Maar daar heb ik dan niet zoveel interesse in. Ga zelf even kijken bij Boost Shop. Ik weet bij de Kruidvat hebben ze het nog niet. Bij Cosmetics for Less in Duitsland hebben ze het wel. Ja, het is verrassend veel verzorging en weinig make-up vind ik. Ik weet niet precies wat ik daarvan vind. Of wat ik daarvan moet vinden. Ik heb hier nog een tasje met allemaal probeerseltjes van Chanel. Ik ga zo naar het ziekenhuis. Ik moet op controle voor de MS. Wat over eigenlijk gewoon heel prima gaat nu. Dus waarom ik moet komen, weet ik niet. Ik ben gewoon opgeroepen. Dit is een hele rare wenkbrauw ineens, vind ik. Nou, goed. Full Face of Chanel, behalve de wenkbrauwen. Ik ga even Wessel terugbellen, kijken wat hij wilde. Ik laat het nog even weten van de foundation en wat ik daarvan vind. Of ik doe hem wel... denk ik in een soort get ready with me. Maar dan weet ik wel hoe die heet. Ja. Bedankt voor het kijken. Ik ga al deze producten opruimen. En die komen dan wel weer in de Shop My Stash. Het is natuurlijk niet zo dat... wat ik al zei, heel veel make-up erbij zit. Dus ik kan het niet nu al... in mijn daily make-up verwerken. Hoewel deze anti-redness wel. En er staat bij... reduces redness after 14 days. Dus je moet het 2 weken gebruiken. Dus dat ga ik dan doen. En dan zien we wel of het echt werkt. Het maskertje kan ik natuurlijk gebruiken. De fixing spray. Maar goed, de rest ruim ik een beetje op. Gebruik ik wanneer ik het nodig heb. En van die verzorgingsdingen moet je natuurlijk altijd wat langer de tijd hebben om het te laten werken. Ik kan natuurlijk niet na 1 keer zeggen wat zo'n plumping lip oil doet. Maar ja, ik weet niet. Dus daar komen we dan nog wel achter. Ik zal het in de loop van de tijd uiteraard allemaal gebruiken. Maar dat was hier voor vandaag. Groetjes. Doei doei.